Het is weer tijd voor je brein. Dus het is de tijd dat we ons brein weer even aan het werk gaan zetten. Hey, en deze week gaan we leren hoe we dit origami spekje gaan maken. Oeh, dus kijk maar mee. Dat ziet er lekker uit. Hey, vorige week hebben we het gehad over dat we moeten denken aan alles wat waar is. En deze week gaan we het hebben over rechtvaardigheid. Maar wat is rechtvaardigheid? Want het is best wel een lastig woord. Hier staat rechtvaardigheid is het juist en het eerlijk handelen. Rechtvaardigheid gaat erover dat alles eerlijk is. Dus als jij iets goed doet, word je beloond. Doe je iets fout, word je gestraft. En weet je, ik ben een paar weken geleden ook bestraft. Ik kreeg een appje van mijn vrouw met zo'n hele mooie brief. Misschien heb je hem ook wel eens bij je vader of moeder gezien. Met zo'n paarse rand. En daar staat dan op Centraal Bureau of Justitieel Incassobureau. En ik dacht, nee hè, nee. Ik had te hard gereden. 10 kilometer. Dus ik had een boete gekregen. Terecht, weet je. Ik had me niet aan de regels gehouden. En als je niet aan de regels houdt, dan mag je gestraft worden. Maar ik weet ook dat als ik aan het rijden ben en ik rij bij een school in de buurt, dat ik echt niet zo heel hard rijd. En als er dan kinderen aan het spelen zijn, krijg je een duimpje omhoog, omdat je gewoon zorgt dat het veilig voor hen is. En dat is eigenlijk een stukje rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is super breed. Maar het belangrijkste is dat het erom gaat dat iedereen gelijk is. Dat je daar iedereen hetzelfde doet. Of je nou een meisje bent of een jongen, blond haar hebt, bruin haar hebt, blauwe ogen, bruine ogen. Of waar je ook vandaan komt. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat het eerlijk delen, eerlijk verdelen. Hey, en dat kunnen wij ook doen. Jij kan in je klas ook zorgen dat je rechtvaardig bent. Dat je zegt van, dat je opkomt voor die jongen die gepest wordt. Dat je zegt van, hey, dit vind ik niet normaal dat je dat doet. Ik vind het niet leuk als je diegene pest. Want zo gaan we niet met elkaar om. We zeggen niet van, nou, je bent, ziet er anders uit, dus we gaan er iets over zeggen. Maar ook als er een juf of een meester is die je misschien niet kent. Dat je gewoon op een goede manier daarmee omgaat. Hey, en God zegt ook in zijn woord, hè, denk eraan dat alles wat rechtvaardig is. Wij kunnen daar naar kijken en we kunnen daar zeker naar handelen. Hey, en Femke, ja? Jij bent echt iets heel lekkers aan het maken. Hè? En als je rechtvaardig bent, ik zei het net al een paar keer, gaat het ook over delen en eerlijk delen. En wat kun je nou het beste delen? Dat is natuurlijk snoep. Ja, ik ben bijna klaar met mijn spek. Hey, ik zie best wel dat het een beetje een gepriegel is. Het is best een gepriegel. Maar heb jij nou een tip voor de kinderen als ze dit nou thuis ook willen doen? Ja, ja, ja. Kijk, we hebben hier hele mooie blaadjes. Misschien kan je ze even laten zien. Vooral grote blaadjes, dat helpt heel erg. En ja, oh, dit plakkertje plakt niet zo goed. Vooral ook even een schaar en mijn plakband erbij. Want anders blijft het toch niet echt zo goed zitten. Oké. Maar dat heb ik toch snel even in elkaar gevlanderd. Het is toch een leuke spek. Zeker. Dus het is thuis zeker het proberen waard. Ja. Hey, en wil je dat nou thuis proberen? Kijk dan op ons YouTube kanaal. Dan kun je dit filmpje nog een keertje rustig terugkijken. En kun je ook zo'n lekker spekje vouwen. Ja. Hey, denk eraan. Wees deze week rechtvaardig. En denk ook aan de waarheid. En dan zien we je volgende week weer. Doei! Doei.